Dank u wel, voorzitter. Ook ik sluit me aan bij de complimenten aan de initiatiefnemers. Voorzitter, dank u wel. Niet zo lang geleden en niet zo ver hier vandaan, op Scheveningen, ontving mijn grootmoeder het bericht dat zij zich moest melden. Moest melden voor transport. Mijn grootouders wisten echter net op tijd te ontkomen aan de bloeddorstige klauwen van de nazi's en hun vele, vele handlangers. Daarom zit ik hier nog. Maar de rest van mijn familie is bijna in zijn geheel weggevaagd. Hun bloed schreeuwt nog uit de aarde, maar hun stem wordt niet meer gehoord. Zij werden weggevoerd. Doodgeschoten als God hen genadig was en vergast als de nazi's en hun handlangers dat efficiënter vonden. De eerste genocide op Joden wordt reeds in de Bijbel beschreven. De Egyptische farao hitste zijn volk tegen de Joodse minderheid op. Hij maakte de Joodse populatie tot slaven en stuurde aan op massaverkrachting van alle Joodse meisjes, nadat alle Joodse jongetjes in de Nijl gegooid moesten worden. Een paar baby's, zoals de befaamde Mozes, overleefden die genocide. Het zou de eerste van vele pogingen zijn om het Joodse volk te vernietigen. Perzische koningen hebben het geprobeerd, zoals de Iraanse Ayatollahs het vandaag de dag nog proberen. 19 maart 2012, niet zo lang geleden en niet zo ver hier vandaan, in Toulouse, schoot een verachtelijke islamitische terrorist, Arje en Gabriel, twee Joodse jongetjes van 5 en 3 jaar oud, door hun hoofd. Dood. En daarna trok hij Mirjam, een Joods meisje van 8 jaar oud, bij haar haar omhoog en schoot ook haar dood. Een kogel, zo door haar hoofdje. Waarom? Omdat ze Joods was. En omdat hij moslim was. De Joden leven nu al bijna 5000 jaar met Jodenhaat. Antisemitisme is als een muterend virus. Joden werden tot en met de middeleeuwen gehaat vanwege hun religie. Daarna vanwege hun ras. En nu vanwege hun land. Althans, dat is het verloop van de Europese variant van het virus. De islamitische variant is hardnekkiger. Die combineert alle drie de componenten. De islam veracht de Joodse religie. De islam veracht Joden als groep. En de islam heeft een gruwelijke en intense hekel aan het Joodse land. Maar juist dat Joodse land met sterke en veilige grenzen is de enige garantie dat het Joodse volk het virus dat antisemitisme is, zal overleven. Moment, mevrouw Buitenweg heeft een vraag aan u. Ja, ik had het even iets eerder aangegeven toen ik hoorde dat een moord gepleegd was door iemand omdat zij Joods was. Dat kan ik mij goed, althans ik weet dat dat inderdaad het antisemitisch motief is en omdat hij moslim is. En daarmee zegt de PVV eigenlijk van, eigenlijk doet hij een vorm van stereotypering op alle moslims. Moslims halen er een rechtvaardiging uit, moslims in het algemeen, om Joden te vermoorden vanwege hun Jood zijn. En op welke wijze denkt de heer Markeshauer nou dat het behulpzaam is om zo te stereotyperen? Want volgens mij is het hele doel hier van dit algemeen overleg is dat wij willen zorgen dat iedereen in vrijheid en veiligheid kan leven, dat iedereen zichzelf kan zijn, ongeacht of iemand Joods is of moslim is. Dus waar haalt hij nou de rechtvaardiging vandaan om moslims op deze manier weg te zetten? De heer Markeshauer. Zeker, voorzitter, niet alle moslims die vermoorden Joden. Zeker niet. En ook niet alle moslims haten Joden. Maar wel 70% van alle moslims in Nederland, zoals onderzocht, die hebben zeer negatieve gevoelens ten opzichte van de Joodse gemeenschap in Nederland. Dat is door Ruud Koopmans onderzocht. 35% van de Joodse gemeenschap zelf in Nederland ziet de islamitische gemeenschap als hun grootste bedreiging. Door een Europese onderzoeksbureau vorig jaar onderzocht. En de Koran, zo zegt de wetenschapper. Dat gaan we nu niet allemaal opzoeken. De Koran, Bill Warner heeft onderzocht dat in de Koran er meer antisemitisme, meer jodenhaat bevat in de Koran en in de andere geschriften van de islam dan in heel Mein Kampf, dus van het boek van Adolf Hitler. Dus ja, de islam en jodenhaat gaat een beetje samen. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat iedereen die de islam, niet elke moslim is een jodenhater, maar de islam as such haat joden, veracht de staat Israël. En
en veracht de Joodse religie. Mevrouw Buitenweg, dat is al sinds het begin, ja, sinds het ontstaan anders van de islam. Kijk, er komen nu allerlei teksten van natuurlijk niet iedereen niet elke moslim is een jodenhater. De heer Markushauer zegt, iemand pleegt een moord op iemand die Joods is, omdat hij moslim is. Dat is een rabiaat, in mijn ogen discriminerende uitspraak, waar ik graag ook nog de orde van de ministers over zou willen horen. Nou ja, en tot slot, die terrorist, Mohammed Mera, in zijn geschriften voordat hij die moord pleegde, die terroristische aanslag pleegde, beriep zich ook op de islam. Dus ik zeg niet dat hij dat deed. Ik zeg niet dat hij dat deed omdat hij moslim was. Dat zegt de terrorist, de islamitische terrorist zelf. Dus wie ben ik om nou, en dat is misschien in dit debat belangrijk. Kijk, de Joodse gemeenschap heeft daarmee heeft u volgens mij antwoord gegeven. Anders wordt het een heel uitgebreid betoog. Ik stel voor dat u doorgaat, punt gemaakt. Oké, dus ter afsluiting, als iemand zelf zegt dat hij dat doet omdat hij moslim is, wie ben ik dan om te zeggen dat hij dat om een andere reden doet? En dat, voorzitter, brengt mij terug tot de orde van de dag. De initiatiefnota mogen goed bedoeld zijn, maar zolang dit kabinet, de Joodse staat Israël, via gremia als de Verenigde Naties en de Europese Unie aanvalt, zolang de coalitiepartijen als CDA en D66, maar dus met steun of impliciete steun van de ChristenUnie en VVD, Israël bedreigt met sancties, lijken dit soort initiatieven, zoals vandaag ter tafel, slechts goede sier voor de aankomende verkiezingenbühne. Maar ook los van die anti-Israël-houding van dit kabinet zijn de voorstellen in deze initiatiefnota slechts mini-pleisters op een grote, gapende wond. Want voorzitter, dit kabinet sluit de grenzen niet voor islamitische immigratie. Dit kabinet importeert dus dagelijks meer jodenhaat. Overal waar de islam dominant is, zijn praktisch alle Joden vermoord of verdreven. En voorzitter, voor al die mensen in Nederland die dat feit op zich prima vinden, voor al die mensen die Joden liever zien gaan dan komen, en ja, zelfs voor al die Joden zelf die door hun jarenlange verblijf in de diaspora aan een soort Stockholm-syndroom lijden en altijd kiezen voor die partijen die hun eigen ondergang feitelijk faciliteren, aan hen zou ik willen zeggen, juich niet mee met de wolven. Want zoals de befaamde... Moment, de heer Molenaar. Goed, ik was ook nog niet helemaal wakker, voorzitter. Nee, moet ik eerlijk toegeven. Maar dit, voorzitter, ik vind dit wel... En ik val collega Buitenweg. Er wordt hier nu zelfs een verwijt gemaakt naar Joodse Nederlanders zelf, dat ze het antisemitisme over zich uitroepen omdat ze op de verkeerde partijen stemmen. Dat is toch werkelijk niet te geloven. Een bevolkingsgroep die beschimpt, bespuugt, geweld aan wordt gedaan, die daar terecht bang voor is, die overweging heeft waar ik me dood voor schaam, dat mensen hier zeggen, ik zou niet meer weten of ik in dit land kan leven. Daarvan zegt de PVV, zegt u, dat hebben ze aan zichzelf te danken, want ze stemmen op de verkeerde partijen. Als u antisemitisme tot zo'n ziekelijk politiek spel wil maken, dan bent u hier in verkeerd gezelschap, zeg ik maar even. Hoe kan u dat doen? Ik snap wel dat u wil dat iedereen op de PVV stemt. Dat vindt u voor elke Nederlander. Maar ik vind het wel echt buiten de orde dat u naar de Joodse Nederlanders wijst en zegt, antisemitisme is uw eigen schuld, want u stemt niet goed genoeg. Hoe haalt u het in zijn hoofd? Dat is de vraag, voorzitter. De heer Markushauer. Nou, ik heb niet gezegd schuld, maar het is ontegenzeggelijk waar dat Joden in de diaspora, nemport waar, hè? Dus niet alleen in Nederland, ook in Amerika, eigenlijk in elk land waar zij vertoeven buiten Israël, een hele slechte politieke antenne hebben ontwikkeld en altijd stemmen voor die partij, niet iedereen, maar laten we zeggen de georganiseerde Joodse gemeenschap stemadviezen afgeeft en 80% vaak van zo'n gemeenschap altijd stemt op die partijen die hun eigen, dat schreef ik, niet hun eigen schuld, maar die hun eigen ondergang faciliteren. In de praktijk is dat op partijen als de PvdA, die enorm anti-Israël en zelfs antisemitische tendensen in zich heeft, door laatst nog Corbyn, de antisemitische leider van de Labour in de UK, met de rode lopen hier uit te nodigen. Door te stemmen op partijen die de massa-immigratie... Moet ik even stoppen? Nee. Ja, ik...
Ik schors even voor deze stemmingsbel en dan mag u nog één zin zeggen. En dat is nu. Nou, één zin lijkt me een beetje weinig als er zo'n persoonlijke aanval wordt gemaakt. Dus de Joodse gemeenschap stemt, heeft een verkeerde politieke antenne ontwikkeld. Dat komt niet door hen zelf, dat komt door het verblijf in de diaspora mogelijk. Ze stemmen altijd op die partijen die hun eigen ondergang faciliteren. In concreto komt dat in Nederland neer op partijen die hier in Nederland bijvoorbeeld de massa-immigratie van landen, van mensen uit landen uit islamitische landen binnenhaalt. Voorzitter. En dat zorgt één op één voor meer jodenhaat. Dus ja, het is niet hun eigen schuld, maar ze werken er zeker niet aan mee om het beter te maken. De heer Van der Molen, uw tweede vraag. Ja, het klonk zinniger toen de bel er doorheen klonk, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik vind het echt, het allermooie van deze bijeenkomst zou zijn, en we hebben al eerder in de Kamer rond de tafel gesprek gehad, waarin alle partijen serieus gesprekken hebben gevoerd en hebben geluisterd. Het mooie opbrengst van deze initiatiefnota en alles is dat de Kamer in volledige breedte met elkaar zegt, van links tot rechts, wij accepteren niet dat Joodse Nederlanders het gevoel hebben dat ze hier niet meer veilig en niet meer thuis zijn. En ik ben iets later binnenkomen lopen, dus ik weet niet of iemand voor u heeft gesproken. Maar als allereerste weet u zo'n debat als dit te verzieken door te zeggen dat Joden in Nederland hun situatie te danken hebben aan hun verkeerd afgestelde politieke antenne. U moet u schamen. De heer Marcus Sauer. Nee, kijk, het is een beetje hypocriet, hè? Dus je kan wel zeggen als hele Kamer, wij staan achter de Joden, of wij staan achter de vrouw, wij staan achter de homo's. Maar als je tegelijkertijd massa-immigratie uit islamitische landen bevordert, dan importeer je dus jodenhaat, vrouwenhaat, homohaat. Dan kan je wel zeggen, wij staan achter de Joodse gemeenschap met een grote arm en we gaan een coördinator aanstellen of we gaan wat meer onderwijs geven. Dat gaat allemaal niet helpen als je die massa-immigratie door laat gaan. En ten tweede, je kan wel zeggen dat we zo, dat als Tweede Kamer, we staan achter de Joodse gemeenschap in Nederland. Maar als je tegelijkertijd zo'n anti-Israël beleid voert, Nederland, het kabinet Rutte 3, heeft extreem anti-Israël gestemd in internationale gremia. Als je tegelijkertijd als een partij als de PvdA zijnde Jeremy Corbyn met de rode loper hier uitnodigt en als partijleider Asscher huggend met die antisemiet op de foto gaat, welk signaal geef je dan af aan de Joodse gemeenschap als je Israël verzwakt en als je massa-immigratie bevordert, helder, dan help je de Joodse gemeenschap niet, dan maak je het alleen maar erger. En natuurlijk is het niet de schuld van de Joodse gemeenschap, maar ja, ze blijven wel stemmen op die partijen die dat blijven doen. Ja, en dan wordt het niet beter voor de Joodse gemeenschap. En al die partijen hier met hun heilige gezichten die de Joden willen helpen, dan zeg ik, steun Israël, maak Israël sterk en veilig. Nodig geen antisemieten meer uit op je partijcongressen, PvdA. En vooral stop de massa-immigratie uit islamitische landen. Dat zorgt dat Joden veiliger zijn in Nederland. Het debat roept emoties op en dat is terecht. En toch ga ik u vragen om korter en bondiger te zijn, want anders gaan we niet toekomen ook aan de inhoud. Dus dat geldt voor u en dat geldt ook voor anderen. Maar de heer Van Wijngaard heeft nog een vraag aan u. Ja, want de heer Marcusover beschuldigt Joden hier eigenlijk twee keer van een slechte politieke antenne. En tegelijkertijd spreekt hij zichzelf ook twee keer tegen. Want daarmee zegt hij, ze roepen met die slechte politieke antenne, zetten ze partijen in het zadel die, volgens de heer Marcusover niet het beste voor hebben met de Joden. Daarmee zegt hij, die werken antisemitisme in de hand, want die zijn niet pro-Israël en die nodigen antisemieten uit op hun congressen. Maar het is niet hun eigen schuld. Ja, het kan niet allebei waar zijn. U zegt daarmee toch in feite, dan is het roepen, u beschuldigt hier Joden dat ze antisemitisme over zichzelf afroepen met hun eigen stemgedrag. Of u moet uw woorden nuanceren of heroverwegen. En die kans wil ik u graag bieden. De heer Marcus Sauer. Nou, zoals met alles zo is in het leven, is het zo dat de dader schuldig is voor de daad en het slachtoffer is van de daad. Dus het slachtoffer kan nooit schuldig zijn voor de daden van de dader. Dat is met alles zo in het strafrecht. We hebben vaker debatten en ik heb nog nooit slachtoffers de schuld gegeven van het gedrag van de dader. Dus dat mogen duidelijk zijn. U geeft ruimte aan de vraagsteller, dan moet u ook... Nee, u krijgt net zoveel ruimte. Okay. We kijken de handelingen erop na als het nodig mocht zijn. Dan kunt u mij het correct wijzen. Maar ik wil nu dat u doorgaat met uw betoog. Nee, maar ter afronding... En u heeft nog een halve minuut. Ja. Gaat u verder. Maar halve minuut voor de beantwoording van de vraag. Voor de hele inbreng, dus ik wil graag dat u nu één laatste zin afrondt en dan het verhaal afmaakt. Okay.
Want zoals de befaamde en helaas veel te vroeg gestorven Arabist en PVV'er Hans Jansen placht te zeggen, na de zaterdag komt de zondag. Eerst de Joden, dan de rest. Moment, u heeft nog een vraag van de heer Paternotte. Ja, voorzitter, de heer Mark Sauer heeft al een hoop, wat mij betreft, onzin verkondigd. Ik deel volledig wat de heer Van der Molen daarover zei. En als je zegt dat de Joden op partijen stemmen die hun eigen ondergang faciliteren door een slechte politieke antenne, dan is het natuurlijk wel het toppunt van intolerantie voor de eigen mening van heel veel Nederlanders. Ik zou u de vraag willen stellen, want u heeft allerlei partijen genoemd die wat betreft u allemaal hiermee de schuldig gaan zijn. Er is ook een partij die niet bij dit overleg is, maar waarvan de partijleider regelmatig antisemitische complottheorieën verkondigt. Forum voor Democratie namelijk. Ik voel me af of u daar ook nog iets over kunt zeggen. Heer Mark Sauer. Ja, maar de vraag heeft toch twee gedeelten. En ik zou het toch op prijs willen stellen als voorzitter mij de gelegenheid om beide gedeelten te beantwoorden. De eerste is, nogmaals, de Joodse gemeenschap overal buiten het gebied Israël heeft een hele slechte politieke antenne ontwikkeld. In Amerika stemmen 80% van de Joden op de Democraten, die de laatste jaren zeker zwaar anti-Israël en antisemitische elementen in zich bevat. En in Nederland stemmen ze dus inderdaad op partijen, ook zoals de UWE, meneer Paternot van D66, die extreem anti-Israël standpunten inneemt en die massa-immigratie uit islamitische landen bevordert. Dat is gewoon zo. Ik kan het feit niet nuanceren of wegnemen. En deel 2? En het tweede gedeelte is, ik ben hier niet om politieke partijen, bevriende politieke partijen te becommentariëren. Als het zo is dat partijen antisemitische theorieën erop nahouden, dan ben ik daartegen. Ik ken de heer Baudet als een vriend, dus dat lijkt me allemaal okay. Een beetje overdreven. Voorzitter. Vervolgt u... Oh, sorry, excuus. De heer Paternotte. Ja, voorzitter, de heer Marcus Sauer herhaalt nog even dezelfde totale onzin, dat iedereen die het niet met hem eens is en niet op de PVV stemt, ondergang van Joden faciliteert. En vervolgens vraag ik hem even om een oordeel over een partijleider in Nederland. De enige die dat doet, die de antisemitische complottheorie over George Soros verspreidt, waarvan leden van zijn partij antisemitische websites rondtwitteren. De enige partijleider die dat doet en vervolgens zegt de heer Marcus Sauer, ja, maar dat is een vriend. Daarmee geeft u volgens mij aan dat u hier niet alleen een onzinnig, maar ook een volslagen hypocriet betoog houdt waarin u alle partijen noemt. En als ik u vraag naar Forum voor Democratie zegt, ik ga je geen politieke partijen noemen, de heer Baudet is een vriend. De heer Marcus Sauer. Het voorbeeld wat u noemt over George Soros. Kijk, misschien is die man Joods, dat weet ik allemaal niet. Maar dat, nee, weet ik niet. Iedereen kan zich Joods noemen. Maar George Soros is een verschrikkelijke vent. Die inderdaad een hele nare rol speelt op dat internationale toneel. En het kan natuurlijk niet zo zijn dat omdat iemand toevallig Joods is, je daar geen kritiek op mag geven. Orbán, want daar gaat het om, in Hongarije is een held. Die steunt nou echt de Joodse gemeenschap. Ik denk dat de Joodse gemeenschap in Hongarije meer veilig is tegen antisemitisme dan de gemiddelde Joodse gemeenschap hier in Nederland op dit moment. Dus geen kwaad woord over Viktor Orbán van Hongarije. En George Soros speelt in die politieke context daar een hele nare rol, ook in Nederland trouwens. Dus het feit dat politieke partijen daar aandacht aan schenken, maakt hen geen antisemiet. Mocht dat wel zo zijn, mochten partijen, en of ze nou Forum voor Democratie heden of de PvdA, want ik heb dus Lodewijk Asscher, en dat is echt veel erger, huggend zien staan met ongeveer de grootste antisemiet van Europa, Jeremy Corbyn, op een rode loper binnengebracht bij een partijcongres. Dat is nou antisemitisme. En ik weet, ik ken geen één antisemitische uitspraak van Forum voor Democratie. En als u ze me wel kunt laten zien, dan zou ik ze keihard veroordelen. En als het me te ver gaat, dan krijgt hij nog een klap van me ook bij wijze van spreken, want dat zou natuurlijk niet mogen. Dus ik ben helemaal niet hypocriet. Ik ben de eerste die iedereen affakt en affikkelt. Maar ik heb het nog niet gezien. D66 komt hier met George Soros, wat zelf een zelfhatende antisemiet is. De heer Paternotte, zijn afrondende vraag. Waarmee de heer Marcus Sauer weer aangeeft dat iemand die dan dus blijkbaar progressieve zaken steunt, volgens hem dan niet eens Joods is. U zegt, ik ken geen enkele antisemitische uitspraak van Forum voor Democratie. Ik citeer u even Annabel Nanninga, de fractievoorzitter van Forum voor Democratie in Amsterdam. De Joodse gemeenschap is weliswaar machtig en rijk, waarvoor hulde, maar beslist niet zielig. Mein Kampf, je leest 6 bladzijden en je hebt meteen zin om Joden te vergassen. Ik wijs er nog eventjes op dat u hier een volstrekt onzinnig, maar ook hypocriet betoog heeft gehouden, waarmee u
doet alsof Joden in Nederland niet zelf kunnen nadenken en ze alleen maar zichzelf dienen door op de PVV te stemmen. En daarmee maakt u zichzelf volstrekt belachelijk. De heer Marcus Sauer. Het is waar dat de Joden er goed aan zouden doen om op de PVV te stemmen en niet op elke andere partij hier in deze Kamer. Willen die Joden een veilig leven kunnen leiden in Nederland? De heer Marcus Sauer heeft nog een halve minuut om uw betoog af te ronden. Nou, die schenk ik graag aan u, want ik ben klaar.